Als je deze yoghurt koopt, heeft hij het groene A-label. Gezond dus. Terwijl de yoghurt met meer suiker, meer energie, meer vet, het C-label krijgt opgeplakt. Minder gezond. Logisch, maar je vindt in de supermarkt ook chips, cola, diepvriespizza met een Nutri-score A of B. Klopt die Nutri-score dan eigenlijk wel? Met Nutri-score vergelijk je de voedingswaarde van producten met elkaar. Maar hoe werkt dat dan eigenlijk? Nou, achter de Nutri-score gaat een wetenschappelijk algoritme schuil. Zie het als een soort rekenmethode om gezonde en ongezonde voedingsstoffen met elkaar te vergelijken. Laten we als voorbeeld eens kijken naar deze ongezondere pizza. Het heeft een ongezondere Nutri-score D. Deze krijgt een slechte score omdat het veel ongezonde voedingsstoffen bevat, zoals zout, koolhydraten, zoals suiker, verzadigd vet uit de kaas die erop zit. En het heeft natuurlijk een heel hoog caloriegehalte. En dat levert in deze rekenmethode strafpunt op. Deze tweede diepvriespizza met een Nutri-score A bevat ook zout en vetten, maar wel veel minder dan die vorige pizza. Ook heeft deze pizza groenten en daardoor meer vitamines en vezels. Deze gezondere ingrediënten wegen op tegen het ongezondere zout, suiker en de calorieën. En daarom heeft het een gezondere Nutri-score, de score A. Het nadeel aan deze rekenmethode is dat alle positieve en negatieve voedingsstoffen van het product samen worden gewogen. Met als gevolg dat er soms een Nutri-score uitkomt die niet helemaal lijkt te kloppen. Zoals bij olijfolie, een Nutri-score C. Of gerookte zalm met een Nutri-score D. In beide producten zit veel vet. Te veel vet is natuurlijk niet gezond. Dus kom je in die rekenmethode al snel op een negatieve score uit. Maar vetten, en met name de onverzadigde vetzuren die in deze producten te vinden zijn, dat zijn essentiële bouwstoffen voor onze cellen. En dat olijfolie of gerookte zalm dan een slechte Nutri-score krijgen, terwijl het wel dus gezonde voedingsstoffen bevat, is dus een beetje verwarrend. Dit laat meteen een ander groot probleem van de Nutri-score zien. Het vergelijkt namelijk producten per 100 gram of milliliter, maar niet per portie. Terwijl je van olijfolie voor een maaltijd niet meer dan een eetlepel gebruikt, eet je van een diepvriespizza wel 400 gram, waar de Nutri-score geen rekening mee houdt. Met als resultaat een diepvriespizza met een A-label, terwijl een gemiddelde pizza van 400 gram in die hoeveelheid echt ongezonder is dan die olijfolie. Een tweede probleem is dat de Nutri-score kijkt naar de voedingswaarde per product, maar niet naar hoe gezond een product zelf eigenlijk is. Hierdoor kan de zak chips met de minste vetten en zout alsnog een groen B-label krijgen, ook al is chips helemaal geen gezonde voedingskeuze. Dit kan vervolgens compensatiegedrag van de voedselproducenten in de hand werken. Als je hier bijvoorbeeld meer eiwit aan toe zou voegen, kunnen die ongezonde chips met nog steeds te veel zout misschien zelfs een Nutri-score A krijgen. Dit compensatiegedrag noemen we ook wel healthwashing. En dat is geen goede ontwikkeling, want we moeten natuurlijk niet doen alsof dit soort producten opeens gezond zijn, terwijl dat niet het geval is. Maar tegelijkertijd kun je het ook als een goede ontwikkeling zien. De Nutri-score stimuleert voedselproducenten om slechtere voedingsstoffen zoals suiker of zout uit hun producten te halen. Als hun producten een A of B Nutri-score hebben, stop jij het vervolgens sneller in je boodschappenmandje. Een derde punt van kritiek is dat niet alle producten zo'n Nutri-score hebben. De Nutri-score op je product zetten is namelijk niet verplicht. Nadeel hieraan is dat als jij in de supermarkt een product met een Nutri-score vergelijkt met een soortgelijk product zonder score, jij alsnog niet weet welk product de gezondste keuze is. Dan blijft het dus belangrijk om op de achterkant van de verpakking zelf de voedingswaarde even na te lopen. En als ik hierop kijk, denk ik dat die ongeveer hier belandt. Als je alleen producten met een Nutri-score A zou kopen, eet je dus niet per se gezond. Hoe kun je die Nutri-scores alsnog slim in je voordeel gebruiken? Je kan de Nutri-score het beste zien als een mooi hulpmiddel, als je niet zeker weet wat de gezondste keuze is binnen de productcategorie. Als je bijvoorbeeld een diepvriespizza wil kiezen, of cola of yoghurt, neem liever eentje met het A-label dan met een C of D. Eigenlijk zegt de Nutri-score dus niks over de gezondheid van het product, maar vooral over de samenstelling ervan. Blijf dus zelf nadenken en goed opletten welke producten je daadwerkelijk met elkaar vergelijkt. Net zoals je geen appels met peren kan vergelijken, kun je ook geen diepvriespizza met een groen A-label vergelijken met een zalm met een D-label. De Nutri-score is dus zeker niet het perfecte hulpmiddel bij het kiezen voor gezonde voeding, maar het is voorlopig wel het beste wat er is.
Bij het slavernijverleden denken mensen vaak alleen aan Suriname en de Caribische eilanden. Maar ook in Azië bezaten de Nederlanders grote aantallen tot slaafgemaakten. Mijn naam is Wim Manuhutu, ik ben historicus en ik vertel je er volgende week alles over in onze werkplaats.